zwanger bent, verandert je lichaam en ook je huid. Je buik zal flink groeien. En je wil natuurlijk dat hij er mooi uitziet. Tijdens je zwangerschap kun je zwangerschapsstriemen of striën ontwikkelen. De aanleg voor striën zit in je genen en is niet te voorkomen. Als je buik of borsten te snel groeien, dan kan het bindweefsel de rek niet bijhouden en dan scheurt het. En die kleine afwijking in het bindweefsel is hij aan de buitenkant zichtbaar als rode striemen. Als je zwanger bent, dan word je een soort ballon. Alles zet uit eigenlijk, dus verzorging is wel belangrijk, ja. Ik had een hele strakke buik. Ja, het leek als er een bal in zat. Het is raadzaam om een zwangere buik 2 maal daags in te smeren met een vochtinbrengende crème. Mijn hele buik ingesmeerd en ook de borsten. Ik had wel bij mijn eerste zwangerschap heb ik dat niet gedaan. Toen zag ik heel erg dat ik vlekken kreeg in mijn gezicht. Volgens mij moet je in de zomer wel wat extra's doen. De combinatie van zwanger zijn en zonlicht is ook nuttig. UV-stralen zorgen voor de aanmaak van vitamine D, waardoor calcium in het lichaam beter kan worden opgenomen. Dat zorgt voor een gezonde groei en de aanmaak van sterke botten. Dat is wat je kindje nodig heeft. Wat ik je kan adviseren is om vooral te genieten van de zon, maar ken de gevaren. Je huid reageert namelijk anders op UV-licht door alle hormonale verandering. Om een zwangerschapsmasker te voorkomen, kies je het beste voor een zonnebrandcrème die speciaal ontwikkeld is voor de gevoelige huid. Wanneer je zonnebrandcrème al opsmeert bij het opstaan, dan heb je in ieder geval al een basisbescherming voor de rest van de dag. Kom je nou veel buiten, smeer dan nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Elke 2 uur opnieuw.